Het schooljaar loopt stilaan op zijn laatste benen. Het ideale moment, dachten we zo, om de topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, uit te nodigen voor het gesprek. Het onderwijs dat kreunt onder vele problemen. En als u wil weten wat de machtigste onderwijsman in Vlaanderen daarover denkt, dan moet u zeker kijken. Welkom, Lieven Boeve, van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Intussen heb ik begrepen, sinds 2014, dus 9 jaar, doet u het nog altijd graag? Uiteraard, hè. Het is een job die ongelooflijk veel energie vraagt, maar waar je toch ook iets kunt betekenen. Dus wat dat betreft, ik ben daar heel onvoorzien ingerold, hè, want ik kwam uit de universiteit. Men heeft mij daarvoor gevraagd. Ik ben zeker blij dat ik dat aanvaard heb. Mm-hmm. En ja, goed, er is ondertussen heel veel gebeurd om op terug te kijken. Ja, woelige 9 jaren die toch en wel uiteraard, iets... volgend jaar is ook een jaar om naar uit te kijken. En nieuwe verkiezingen. Wellicht zal onderwijs wel weer een van de thema's zijn, zeker wat de Vlaamse verkiezingen betreft. Dus denk ik dat we toch nog weer een boeiende tijd tegemoet gaan ook. Ja, hier in dit Vlaams parlement is onderwijs natuurlijk een van de belangrijkste, zo niet de... belangrijkste bevoegdheid, zeker qua middelen en mensen, et cetera. U had trouwens een beroemde voorgangster, Mieke van Hekke, die hier trouwens nog in het parlement gezeten heeft. Is politiek iets voor u misschien? Goh, ik ben eigenlijk heel politiek bezig zonder aan partijpolitiek te doen. Dus wat dat betreft kan ik niet zeggen dat het niks voor mij is. Of partijpolitiek iets voor mij is, dat... denk ik eigenlijk niet. Dat is een andere kwestie. Want denk sommige, ik eigenlijk niet. Sommige kwaadtongen beweren wel eens dat u... eigenlijk de echte minister van Onderwijs bent. Ja, maar dat zijn kwaadtongen. Dat zijn kwaadtongen, daar geloven we niks van. Nu, omdat mijn rol toch een hele andere rol is dan de minister. De minister spreekt voor de overheid. Ja, ik spreek voor een netwerk van schoolbesturen. Ja, en mijn rol is vooral eigenlijk ervoor zorgen dat vanuit dat vrije initiatief de overheid eerder een faciliterende overheid is die dat vrije initiatief mogelijk maakt. Ja. Eerder dan een regulerende, sturende overheid die... precies, die vrijheid van ondernemen, die vrijheid van onderwijs beperkt. Dus ik zit toch in dat politieke landschap met een heel andere rol dan de minister van Onderwijs. Maar toch op een cruciaal punt natuurlijk, want het staat letterlijk in de grondwet, die vrijheid van onderwijs. Dat moet bewaakt worden. Nochtans, zeker in het verleden, was er een zeer nauwe band tussen het katholiek onderwijs, of hoe moeten we het nu noemen, het vrij onderwijs, want het is ruimer dan dat alleen, en de klassieke politieke partij, CD&V. Dat klopt toch? Ja, maar het is natuurlijk zo dat, zeker wat betreft het sociaal personalisme, dat wij uiteraard dat ook wel binnen katholiek onderwijs, dat wij ook uit die traditie voortkomen. Ja. Sociaal personalisme, een van de kernpunten van het programma van CD&V ook. Hè. Ja, maar je zou kunnen zeggen van de joint venture tussen moderniteit en christelijk geloof, mm-hmm. die eigenlijk de laatste 60, 70 jaar toch een belangrijke grondstroom in Vlaanderen geweest is en waar heel dat christelijke middenveld ook op gestoeld is. Dus wij komen daar ook uit voort, dat er een aantal natuurlijke verbanden blijven, dat is zo. Maar het is natuurlijk ook zo dat er ook andere partijen zijn die het vrije initiatief genegen zijn, al dan niet. Dat heeft ook te maken ook vaak met de geschiedenis waaruit ze zelf naar voren komen. Dus je gaat alleen te biechten, als ik het zo mag uitdrukken, bij CD&V, maar ook met andere partijen. Voor zover dat wij te biechten gaan bij CD&V. Maar het is zo dat wij goede contacten proberen te onderhouden met alle partijen. Mm. En we hebben natuurlijk een aantal partijen die eerder voor overheidssturing zijn van het onderwijs. Maar er zijn gelukkig nog voldoende partijen die ook dat vrije initiatief... want een overheidssturing voor onderwijs, dan hangt het ook van de toevallige meerderheid af. Van hoe het onderwijs gestuurd wordt. Uiteraard. Hè. Dus wat dat betreft is die checks en balances vanuit dat vrije initiatief zijn voor een Vlaamse samenleving misschien nog zo slecht. Ja, want het onderwijs heeft zeer lang moeten wachten om nog eens een christendemocratische minister van onderwijs te krijgen. Dat was denk ik geleden van Daniel Koens in de vorige eeuw. Ja. En dan Hilde Krevits. Had u daar een goede band mee met haar? Maar een andere band dan misschien met ministers van andere partijen? Ja, maar goed, ik kan maar vergelijken tussen twee ministers. Ja. Ik heb gewerkt met Hilde Krevits en nu met Ben Weitz. Het is gewoon een andere manier van werken. Maar ook al denkt Vlaanderen dat minister Weitz en ik zelf over de keien van de wedstrijd... het is Martelarenplein rollen, maar eigenlijk is dat ook zo niet. Mm-hmm. U kan goed met hem samenwerken, met andere woorden. Het is zo dat wij zeer goed van elkaar weten waar we
het eens over zijn, maar ook waar we het niet eens over zijn. Dat is ook belangrijk. Ja, en een keer dat dat geweten is, weet je ook waar de ruimte is om elkaar te ontmoeten. En ik denk dat we dat in de coronaperiode mm-hmm. voor het eerst ook aan de lijve ondervonden hebben. Maar dat we ondertussen ook, na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, als we kijken nu met de eindtermen, er komt nu een voorstel van decreet in het parlement waarbij die oefening 1 jaar na datum opnieuw afgerond wordt. Ja, dit zou niet mogelijk geweest zijn hadden wij niet heel goed samengewerkt om op zo'n korte termijn met een nieuwe set eindtermen te komen. Maar u hebt het hem ook wel samenwerken. U hebt hem met die eindtermen ook wel heel moeilijk gemaakt door naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Of misschien vele juist gemakkelijk. Vele mensen begrepen dat ook niet goed. Of misschien juist gemakkelijk, omdat de krijtlijnen van waar de verantwoordelijkheid van de overheid ligt en waar de verantwoordelijkheid van onderwijsverstrekkers liggen, dat die opnieuw duidelijk gemaakt zijn. Ging het daar eigenlijk om dat u vond dat de overheid te veel, te strakke regels oplegde? Dat u zegt, nee, zeker met uw naam vrij onderwijs, wij willen een grote mate van vrijheid behouden. Wel, wat het Grondwettelijk Hof eigenlijk bevestigd heeft, is dat eindtermen minimumdoelen zijn en geen overheidscurriculum mag zijn. Met andere woorden, dat er voldoende ruimte moet zijn, zowel bij het toepassen van de eindtermen als daarbuiten, om vanuit de leraar, vanuit de school, vanuit de onderwijsverstrekker ook eigen invulling te geven. Ja, dus dat een leraar bij wijze van spreken niet een handboekje van de overheid in zijn zak moet hebben zitten om te weten wat hij precies wel of niet mag doen. Geen uitvoerder wordt van wat de overheid voorschrijft. Wat niet betekent dat de overheid geen minimumcriteria mag opleggen. Nee, dat wil ik niet zeggen. De overheid mag toch iets doen. Ja. Uiteraard. En kwaliteitscriteria. Het is niet zo dat de vrijheid van onderwijs absoluut is. Wij zijn ook niet vragende partij voor een absolute vrijheid van onderwijs. Die checks en balances. Maar goed, dan moeten er ook checks en balances zijn. Hè. Die mogen er zijn, maar dan moeten ze er ook zijn. Langs de beide zijden. Mm-hmm. En ik denk dat het Grondwettelijk Hof in haar uitspraak dat heel, heel helder gemaakt heeft. Dat de overheid in termen van kwaliteit, in termen van financiering, gerust een aantal criteria mag opleggen. Wij betwisten dat ook niet. Maar dat daarbuiten er voldoende ruimte moet zijn om vanuit dat vrije initiatief, vanuit die diversiteit aan pedagogische projecten, zowel katholieken, maar ook de Steinerscholen, de Freinet-scholen enzovoort, om eigen invulling te geven aan dat onderwijs. En zolang als ouders, want de vrijheid van onderwijs is in de eerste plaats de vrijheid van ouders, om de school te kiezen die bij de opvoeding van hun kinderen past, zolang ouders daarvan gebruik maken, denk ik, zullen we dat ook blijven. Ja, natuurlijk. En er was wel een hartsgrondige vloek te horen op het Martelaarsplein van de kant van Ben Weitz natuurlijk toen het Grondwettelijk Hof. Ik heb die niet gehoord, maar ik kan mij daar wel iets bij voorstellen. Ja. Het is wel zo dat dat ik alleen maar kan zeggen dat nadien wij toch relatief snel ook aan tafel gegaan zijn, ook met de mensen van andere onderwijsverstrekkers. En dat we dan mooie afspraken gemaakt hebben. En dus u bent tevreden nu, met andere woorden? Wel, onze ambitie was dat die minimumdoelen, dat het minimumdoelen waren. En ten tweede, dat ze ook zo geschreven waren dat wij ermee weg konden. Met andere woorden, dat wij onze leerplannen ermee aan de slag konden. Ja. Maar omgekeerd wil dat dan ook niet zeggen, want dat is ook een verwijt soms dat ik hoor, dat u, de vrije koepel, soms ook te veel regels oplegt aan de scholen zelf. Ja, wel, ik denk, dat wordt heel vaak gezegd, maar ik daag eigenlijk iedereen uit om eens te gaan kijken naar onze nieuwe leerplannen. Onze nieuwe leerplannen bevestigen heel sterk dat naast de eindtermen die verplicht zijn vanuit de overheid, dat scholen zelf doelen kunnen formuleren. En wij suggereren ook een aantal doelen, met andere woorden. Scholen moeten er wel zelf voor kiezen ook. Mm-hmm. Wat natuurlijk ook voor een stukje de verantwoordelijkheid bij de school legt. Maar wij bieden wel een kader aan, faciliteren, dat scholen en leraren dan, want dat gaat over lerarenteams in de feite, uiteindelijk, dat die daar een verantwoordelijkheid kunnen innemen. En dus wat dat betreft denk ik, zijn wij echt een netwerkorganisatie die vanuit de opdracht die we van de leden krijgen, proberen dan ook die leden van dienst te zijn. Ja. Wij zijn niet die grote moloch-koepel die dan zelf gaat aansturen wat scholen doen. Ik weet dat dat er vaak van gemaakt wordt. Ja, natuurlijk. Wordt. Maar het is bottom-up, zegt u. Maar goed, ik denk vanaf 2014, dat was ook de opdracht die ik meegekregen had, om eigenlijk heel specifiek vanuit het project van een ledenvereniging te werken. En ook in onze bestuursstructuur zijn het de leden die uiteindelijk bepalen wat er doet. Dus als ik een standpunt bijvoorbeeld hier naar voren breng, dan zal dat een standpunt zijn dat vooraf afgetoetst is. Gedragen door. We hebben zowel vertegenwoordigers van directeurs, ook vertegenwoordigers van besturen in onze adviescyclus. En die worden zeker, bijvoorbeeld voordat we naar het Grondwettelijk Hof getrokken zijn, zijn die daar allemaal wel bij betrokken. Meer nog, vaak is het precies omdat zij zaken ondervinden en ons daaraan appelleren,
dat er dan zo'n move komt naar het grondwettelijk hof. U zegt het netwerk, de leden bepalen voor een groot stuk mee wat we doen en dat is niet omgekeerd. Maar er is ook nog de bisschoppenconferentie, niet vergeten, die eigenlijk toch wel onder meer uw werkgever is, als ik mij niet vergis. Nu, Katholiek Onderwijs Vlaanderen is mijn werkgever, maar eigenlijk is de KU Leuven nog altijd mijn werkgever, maar ik ben gedetacheerd vanuit de KU Leuven, zoals u weet. Maar de bisschoppen spelen toch nog een belangrijke rol? Die hebben mij aangesteld, maar het is Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ik ben afgevaardigd bestuurder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. En de bisschoppenconferentie is vertegenwoordigd in onze raad van bestuur. En heb je daar een goede relatie mee met de bisschoppen? Ja, ik denk dat je deze job niet kunt doen als je geen goede relatie hebt met de bisschoppen. Heeft men u letterlijk uw doopzeel gelicht dan? Maar aangezien ik theoloog ben... ja, was dat niet moeilijk. In alle KU Leuven zat enzovoort. In alle KU Leuven denk ik dat men voordien al wel eens mijn doopzeel gelicht heeft. En gedoopt en gevormd, et cetera. Goed. Ja. Vele problemen in het onderwijs. Als we de krant openslaan, elke dag verschijnt er wel iets. Te veel om op te noemen natuurlijk. Wat is voor u de belangrijkste uitdaging op dit moment? De belangrijkste uitdaging is zonder twijfel het lerarentekort in relatie tot de kwaliteit van onderwijs. Ja, want de twee hangen samen. Ja, ze hangen samen. En ik vind het eigenlijk wel een droevige paradox dat een beleid dat zo sterk op de kwaliteit ingezet heeft de laatste jaren, dat is expliciet ook in het regeerakkoord, dat men eigenlijk de sleutel om aan onderwijskwaliteit te werken, namelijk de leraar, dat men daar dan dat niet meegenomen heeft. En nochtans, in alle memoranda van onderwijsverstrekkers, ook van een heel aantal anderen, stond heel duidelijk dat het probleem, ook van het departement, want het departement maakt ook altijd een nota in voorbereiding van de volgende legislatuur, dat stond daar heel, heel duidelijk in. En dus wat moeten we vaststellen? Dat er eigenlijk geen structurele maatregelen genomen zijn om die lerarenloopbaan aan te pakken, waardoor je dan instrumenten hebt om ook met het lerarentekort... Is dat volgens u een van de mogelijke oplossingen? Want dat gaan we niet van vandaag op morgen kunnen rechttrekken natuurlijk. Nee, maar eigenlijk hebben we al veel te veel tijd verloren. En we betalen nu het is een punt van meer dan 20 jaar bijna. Hè? Ja, maar toch, iedere legislatuur heeft daar toch zijn eigen verantwoordelijkheid in. En het was wel heel, heel duidelijk gesignaleerd. En we hebben ook een minister die ook heel, heel duidelijk gezegd heeft, maar ik ga niet voor een algemeen plan. Ik wil piecemeal gewijs een aantal dingen doen. Ja, dan moet je gewoon op het einde van de rit vaststellen dat de zure vruchten van het lerarentekort op dit moment veel te duidelijk zijn. Dus die piecemeal engineering werkt niet echt goed? Werkt niet, en is ook niet ingrijpend genoeg. Dat is dan toch een stukje kritiek op het beleid van de minister. Uiteraard. En ik heb ooit de woorden schuldig verzuim in de mond genomen. En dan gaat het niet alleen over deze minister op zich, maar over het beleid op zich. Ja. Want het is niet zo dat dit in 2019 nog niet op tafel lag. Juist. Dat stond in alle memoranden van onderwijs. Dus we mogen wij het ook niet met alle zonden Israëls beladen? Maar ik denk, het gaat over een politieke verantwoordelijkheid waar deze minister natuurlijk wel een belangrijke stem in heeft, aangezien hij zelf ook wel. Want hij zal dan vaak verwijzen naar de sociale partners die niet eens geraken. En dat is zo. Dat is zo. Er zit want de vakbonden spelen ook een belangrijke rol in heel maar dat goed, segment. Als het ambtenarenstatuut aangepast werd hier, was er ook een enorme divide tussen werkgevers en werknemers op dat moment. Ja, het is aan de politiek om een politieke context te creëren, om dat gesprek dan ook mogelijk te maken. Dat moeten we toch vaststellen, dat die politieke context er op dit moment niet is. Nee. Misschien dat de commissie van Wijzen die zal kunnen opleveren. Want daar is Dirk van Damme toch een groot expert. Maar het is too little too late. Heb je er geen vertrouwen in die commissie? Ik heb daar zeer veel vertrouwen in. We hebben overigens ooit zelf de suggestie gedaan. Ook omdat we vonden, er zal wellicht niks meer komen. Ja. Er moet ergens toch wel een nieuwe lijn getrokken worden. Het is natuurlijk ook de klassieke politieke truc van het aan commissioneren. Ja. We steken in de commissie en we zijn van het probleem vanaf. Maar het is waar, maar op dit moment was dat het hoogst haalbare. En eigenlijk is dat wel heel, heel jammer, omdat wij... als er examens nu uitgesteld of bepaalde stof niet meer gezien wordt, als de bijlessenindustrie hoge ogen gooit op dit moment, dat zijn de zure vruchten van het leren. Ja, natuurlijk, want het lijkt wel aantrekkelijker om in die bijlesindustrie, zoals u die noemt, om daar te gaan werken en misschien meer te verdienen dan in de klas te staan. Of dat nu... er zullen zeker mensen zijn die dat zo doen. Onderzoek toont ook wel aan op dit moment dat we niet kunnen aantonen dat dan geen mensen meer zijn die in het onderwijs staan. Vaak zijn het mensen die er bovenop wat doen, maar
Maar Vlaanderen kende in 2015 een van de laagste cijfers voor bijlessen. En het was vooral voor die leerlingen die het nodig hadden. Ja, dus dat is dan nog een goede zaak in een zekere zin. In 2015, maar als je kijkt hoe dat nu aan het groeien is, als het cijfer klopt dat 4 op de 10 ouders eigenlijk denken van, goh, of dat ze het nu doen of niet, maar eigenlijk wel denken van het zou nodig zijn, dan is dat een zeer zure vrucht van dat hier. Ja. En dan heel dat systeem van zijinstromers, gepensioneerden mee inschakelen, et cetera. Maar dat zijn maar die zijinstromers voor op zich, de zijinstromers denk ik is een piste die, zeker het feit dat loopbanen meer mobiel worden bij iedereen, het feit voor een werkgever gaan werken en dan heel uw carrière uiten, is iets minder van deze tijd dan dat bij vorige generaties het geval was. Dus ik denk dat zijinstromers sowieso een valide piste is die volop ontwikkeld moet worden. Twee dingen zijn daarbij komend nog nodig. Dat is ten eerste die volledige anciëniteit. Ja, de verloning. Van mensen verliezen als ze naar het onderwijs overstappen. Dus nu is het 10 jaar en eigenlijk zou dat... Eigenlijk in beginsel zou iedereen zijn anciëniteit gewoon moeten kunnen meenemen. Dat ook zou 20 jaar zou sowieso al beter zijn, maar eigenlijk moeten we naar een systeem dat gewoon kan. Ja. En ten tweede dan, hoe zorgen we ervoor dat mensen zich kunnen bijspijkeren, ofwel door een diploma te halen, ofwel door het op te frissen. Ja. En dan daar zijn ook twee elementen nodig. Hoe kunnen we dat... goed combineren met een loopbaan die reeds begint. En dan die lerarenbonus bijvoorbeeld. Nu is dat 3 uur, maar dat zou tot een derde van de opdracht. Ah, ja. Dan kun je daar ook een realistische resultaatsverbindenis aan koppelen. Je kunt zeggen van kijk, we stellen nu voor een derde vrij, maar we willen wel dat je binnen 2 jaar je diploma haalt. Dat klopt. Nu zijn er ook wel verhalen dat mensen die zijn stromen met veel enthousiasme beginnen en daarna een jaar vaststellen dat ze geen plaats meer krijgen, wat een beetje vreemd is, toch? Ja, goed. Die verhalen hoor ik minder. Wat ik wel hoor, is dat mensen het wel onderschatten. Ja, dus dat, het valt tegen. Dus dat men eigenlijk zegt, van, eigenlijk als leraar, en dat onderschat men heel vaak in de perceptie ook, je staat er wel op bepaalde momenten alleen voor. Mm, ja. Bij een groep, je staat bij een alleen groep van 20, 25 puberende jongeren. Mm. Dit is toch voor een aantal mensen... Dus ook, we merken ook dat een aantal mensen het onderwijs verlaten. Een aantal zijn er ook altijd wel die dat voor een stukje onderschatten. Ik denk, een context creëren waarin leraren minder aan een lot overgelaten worden, is ook wel een element van goed HR-beleid. En dat vragen we ook wel. Hè. Mm. En er zijn wel een aantal sleutels voor. Bijvoorbeeld, leraren niet benoemen bij de school, maar op niveau van het schoolbestuur. Zodat het schoolbestuur kan werken aan haalbare pakketten voor beginnende leraren in 1 school. En niet de resterende uren in 3 verschillende scholen. Maar dat zijn ook die strakke regels natuurlijk. Hè? Ja. En daar is wel wat ruimte te creëren in een HR-beleid. Want begin er maar aan, inderdaad. Ja. U geeft zelf nog les aan de universiteit natuurlijk. Geef ook nog een paar uren les. Ja. Maar ga er maar eens aan staan in een klas beroepsonderwijs waar puberende jongeren bij wijze van spreken... Valt dat wel mee, dat is wel waar. Ja, dat is zo. Dat is een luxe positie, bij wijze van spreken. Goed, u hebt nog die band, maar inderdaad, kan u zich voorstellen om ergens in een klas beroepsonderwijs te gaan staan, weken aan een stuk? Maar het is zo dat, mijn eigen ervaring, en ik doe dat ook bewust, hè, dat ik bewust nog wel lesgeef, dus ik weet wat het is in coronatijd om voor een zwart scherm les te geven voor studenten die een camera afgezegd hebben. Juist, afgezet hebben, dat weet ik. Maar er zijn nog twee, ten tweede in ons netwerk hebben we dus die heel directe banden via onze adviescyclus met vertegenwoordigers, maar ten derde ga ik ook, en ik probeer dat iedere week toch 1 of 2 scholen te bezoeken en dan niet alleen om lintjes te knippen bij de opening van gebouwen, maar ook heel concreet. Dat is wel belangrijk. En wat het belangrijke moment is, men vergeet dat heel vaak, is ik ga overal met de trein naartoe en dan word ik afgehaald aan het station. En het gesprek dat ik heb met diegene die mij afhaalt, is soms veel sprekender. Ja, dan een of andere officiële vergadering. Dan een officiële ontvangst. Ja. Ik wil niks afdoen van die officiële ontvangst. Nee. Laat dat duidelijk zijn. Maar zo, de stroom van het leven... Ja, hoor je op zo'n momenten. En voor mij is dat ook wel belangrijk, om die band met wat concreet op de werkvloer gebeurt, om dat vast te houden. Ja. En hoort u dan ook niet vaak, want daar knappen vele mensen ook op af, dat is die beruchte planlast. Ja. Je moet niet alleen een goed leraar zijn, maar je zou ook nog een hele goede administrateur moeten zijn. En dat laatste, dat vindt men er te veel aan. Ja, en mocht het nu zo zijn, hè, dat zeg van dit moet je niet doen, dit moet je... Eigenlijk gaat het vaak daar niet over. Hè. Leerlingvolgsysteem bijvoorbeeld. Moet je dat nu hebben of niet? Ja. Goh, kijk, het is goed dat je leerling kunt volgen, maar op het moment dat het systeem het overneemt van de realiteit, op dat moment ben je fout bezig. Ja. En zo is dat eigenlijk met alles. Dat men alles moet noteren wat die leerling kan en doet enzovoort. En eigenlijk is dat... En dat zit ook een beetje in het hoofd van mensen.
een controlerende overheid, een overheid die meer reguleert, stimuleert natuurlijk wel planlast. Omdat mensen zich willen in orde zetten als een inspectie. Ja, bepaalde documenten. En het is goed dat de inspectie nu ook aangeeft. Ja, maar voor ons moet je alleen dat en dat doen. Maar op het moment dat er dan toch een inspecteur andere dingen zegt, dan begint dat toch weer een eigen leven. En zo geldt dat met andere dingen ook. Op het moment dat het verzekeringsdenken overneemt, dan krijg je de planlast. Op het moment dat het niet een instrument wordt om de kwaliteit van je onderwijs en je processen in onderwijs te ondersteunen, op het moment dat het ophoudt dat te zijn, maar dat het een instrument wordt om je te verzekeren tegen eventuele controle, ja, op dat moment heb je planlast. En dat is eigenlijk het moeilijke punt, dat iets ongrijpbaar is, dat eigenlijk een monster is. Ja. Dus we moeten van dat monster af, met andere woorden. Ja, maar dat doe je niet door gewoon dingen te zeggen van dat doen we niet meer, dat doen we niet meer, dat doen we niet meer. Het gaat over hoe gaan we daar op een productieve manier mee om, op een kritisch productieve manier mee om. Het is een lesvoorbereiding. Ja, we verwachten wel dat iedereen zijn les voorbereidt. Op het moment dat uw lesvoorbereiding het overneemt van het reële lesgeven, ja, op dat moment heb je een probleem. Ja. Problemen. Nog een ander natuurlijk, de beruchte kwaliteit van het onderwijs. Iedereen klaagt erover. Moeten we terug naar de oude Grieken? Het was altijd wel iets en het is nooit beter en het was vroeger altijd beter enzovoort. Ja. Gaat het achteruit? Maar de oude Grieken leren ons sowieso dat de volwassen generatie altijd ideeën klaagt, heeft over de jongere generatie. Dus in die zin, dat relativeert het wat, enerzijds. Tegelijk vind ik wel dat we de cijfers die we krijgen niet mogen relativeren. Maar dat het wel goed is, en ik vind met het Pearls-onderzoek is dat nu wel gebeurd, het laatste onderzoek, ja, want er zijn er veel. Je hebt Pearls, dus je hebt dan die PISA-studies, noem maar op. Ja, maar dat je eigenlijk ook wel ziet van de boodschap van, ja, er is niet één reden, want anders hadden we ze al lang gevonden, hadden we daarop ingezet en was het in orde. Dus niet alleen wiskunde en rekenen. Nee, maar het is ook niet alleen de leraar, wat de leraar doet op school, of wat het leerplan, of taal, of de thuissituatie. Mm-hmm. Het is een complex. En dus het feit dat bijvoorbeeld, ja, we nu ook vastgesteld hebben dat 4 op de 10-jarige kinderen met honger naar school gaan. Ja. De lege brooddozen, er is hier al vaak over gediscussieerd. Ja, maar het is niet alleen de lege brooddozen, want dit gaat over leerlingen die op school toekomen met honger, terwijl 5% wellicht verklaard wordt vanuit de armoede. Mm-hmm. Maar dat betekent dat 35% geen ontbijtcultuur hebben. Ja. Ja. En dan denk ik, ja goed, de verantwoordelijkheid van ouders. Ik ben de eerste wel om te zeggen van, ja, je moet kijken naar ouders en de verantwoordelijkheid, maar ook die kinderen die het onfortuin hebben om niet in een omgeving op te groeien waar ze de steun hebben van ouders, ook die moeten leren lezen. Dus met andere woorden. Natuurlijk, het is voor een school gemakkelijker als de cultuur en de thuissituatie. Ja. It takes a village to raise a child. Ja, natuurlijk. Dat die dat mee ondersteunen. En ik vind voor leesonderwijs, ben ik daarom ook wel blij dat er dat leesoffensief is. Ja. Dat ook alle andere partijen. Maar als je kijkt wat scholen doen rond lezen op dit moment. Ja, dat is. Ja, ik kom in geen enkele school meer binnen waar de schoolbibliotheek niet een meer prominentere plaats gekregen heeft. Waar dus bijvoorbeeld, het is niet allemaal kommer en kwel, zoals we dat kunnen lezen. Maar er wordt eigenlijk heel sterk daarop ingezet. Het enige is dat, ten eerste, de resultaten zie je niet onmiddellijk. Ten tweede, thuistaal, niet-Nederlands, is een heel belangrijke indicator. En daar zijn meer en meer kinderen in die gewoon, situatie. En Vlaanderen heeft daar een beetje een inhaalbeweging ten aanzien van andere landen. En ten derde, dat lerarentekort. Hè. Als wij vaststellen dat vooral de cognitief zwakkere leerlingen enerzijds en de cognitief sterkere, dat we daar het verschil, hè, dat daar de achteruitgang is. Ja, als er een leraar in het basisonderwijs uitvalt, wie neemt het over? De zorgcoördinator. Ja, natuurlijk. En die zijn niet voor opgeleid. Nee, en het is precies die zorgcoördinator die sterk cognitief functionerende leerlingen wat extra stimuleert als het nodig is, maar ook Die leerlingen die wat meer moeite hebben met lezen, die ook apart pakt. Ja. Dus het is niet voor niks dat die twee groepen dan wat in de kou blijven staan. U sprak zelf over die lege brooddozen. Ja. Oneerbiedig zeg ik, het zijn niet alleen lege dozen, het zijn ook lege hoofden soms. Ja. Omdat er geklaagd wordt, die leerlingen krijgen niet meer genoeg feiten en kennis mee. Het is allemaal pretpedagogie en dat moet dan excelleren, et cetera. Mensen die over pretpedagogie spreken, dat is toch al heel lang geleden dat die nog een school binnengegaan zijn, denk ik dan. Ik vind eigenlijk dat er betrekkelijk klassiek lesgegeven wordt in de scholen die ik bezoek. Zelfs in die scholen die heel veel die directe instructie. Ja, er wordt wel heel veel meegegeven. Als ik klaslokalen binnenkom, dan zie ik het eerste, tweede leerjaar. Tweede leerjaar zie ik de tafels hangen, zie ik. Ja. En dan denk zoals ik, ja, wij ze nog kennen. Ja,
Er wordt heel veel... Natuurlijk, de beginsituatie van de leerlingen is veranderd. Mm-hmm. Leerlingen worden ook niet meer gerustgelaten. De concentratieboog is ook door de moderne media en zo. En dat is wel de nieuwe situatie waar het onderwijs mee dient om te gaan. En dan wijzen sommigen ook naar de ouders. Zeggen, ja, maar die hebben ook hun verantwoordelijkheid. De school kan uiteraard niet alles. Ja. En dan moeten die ouders ook maar thuis Nederlands spreken, hun kinderen aansturen. Ze komen ook heel weinig naar school. Maar ik denk dat het belangrijk is... Die betrokkenheid is lager dan bij een andere doorsnee gezin. Maar bij de kleuters... De cijfers zijn toch van die aard dat heel veel kleutertjes toch wel naar school gaan. En ook beantwoorden aan de normen die er zijn. Ik denk, de ouders hebben zeker een verantwoordelijkheid. Maar de school heeft ook haar verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk wel zo dat de verantwoordelijkheid van de school gemakkelijker gedragen wordt als ook op niveau van de samenleving en de ouders. Ja, als daar ondersteuning is. Maar nog een keer, zelfs als die er niet is, blijft het wel een verantwoordelijkheid van de school om kinderen te leren lezen. Maar we moeten ze niet straffen, bij wijze van spreken. Nee, maar ik zou alleen voorstellen om eventueel kinderbijslag, kindergeld te koppelen aan resultaten op toetsen. Ja, ik denk ook niet dat dat de rol van de school is om dan klikspaan te gaan spelen. Kinderbijslag is één ding, vanuit en onderwijs is een ander ding. Laat ons maar vanuit de positieve spirit proberen zoveel mogelijk. Voor mij ook daar zou een overheid in plaats van te controleren en te straffen, een faciliterende overheid zijn die outreachend is, aanklampend is naar groepen in onze samenleving die misschien minder met onderwijs bezig zijn dan dat we gewoon zijn. Okay. En dan eerder andere strategieën te gaan. De koepel van het katholiek onderwijs, de Gemaarstraat, zoals die in de volksmond genoemd wordt, hier in uw adres in Brussel, zal ik maar zeggen. Wat merken we nu? Dat ook vele K's in scholen, vele C's, verdwijnen. De Sinten, de onbevlekt ontvangen, de Heilige Maria's worden allemaal door modernere namen. Ja. Ja, dat duidt toch op iets. Men wil van dat katholiek etiket vanaf. Tegelijk mag je niet alleen naar de naam kijken, maar moet je ook naar de visieteksten die eronder zijn. En dan merk ik dat datgene wat we met de katholieke dialoogschool in gang gestoken hebben, namelijk in een tijd waarin de pluraliteit op onze schoolbanken zit. We hebben 60% basis, 70% secundair. Dat betekent, Vlaanderen zit bij ons op de schoolbank. En zowel kinderen uit traditionele Vlaamse gezinnen, zullen we maar zeggen, nieuwe Vlamingen, migranten, op de vluchtelingen op dit moment. En ook denk aan de Oekraïnse vluchtelingen, die zitten bij ons ook op school. Ja, dan zie je eigenlijk dat je vanuit die pluraliteit ook een katholiek onderwijsproject, dat natuurlijk anders is, die katholieke dialoogschool, vertrekt van het feit dat die christelijke stem op school op een andere manier binnenkomt. Niet meer als de consensus die iedereen verbindt, maar als datgene wat wel iedereen kan uitdagen, zowel de christenen als de niet-christenen op school. En dan merk ik dat diezelfde scholen die andere namen zoeken, wel in een visietekst daar extra willen op inzetten. Die zeggen, we zijn gastvrij voor iedereen. Maar wij willen die leerlingen wel iets meegeven vanuit die traditie. Onze leerplannen spelen daarop in, maar ook ons zorgbeleid. Conflictbemiddeling bijvoorbeeld, wij gaan heel sterk uit vanuit herstelbemiddeling. Hè? Ja. Niet vanuit lik-op-stuk-beleid, maar herstel. Ja, maar dan denk je, dat zijn toch typische zaken. Vele mensen vragen zich toch af, doet dat al lang natuurlijk. Ja. Kinderen vanuit moslimcultuur, die moeten dan katholieke godsdienst volgen. Ja. Hoe vreemd is dat niet allemaal? Of maakt ons ook een verkeerd beeld? Mocht dat een catechismusles zijn, dan zouden al die mensen die zich dat blijkbaar afvragen, dat terecht. Maar het godsdienstonderwijs vertrekt expliciet ook vanuit die dialoog. Ja. En mijn eerste job was eigenlijk expert zijn. En als theoloog? Ik was betrokken bij de ontwikkeling van de leerplannen van het secundair onderwijs. En ik kan eigenlijk zeggen, dat model vanuit de dialoog samenwerken rond identiteitsvorming was er eerst vooraleer de katholieke dialoogschool er was. Ja. Ja. Een ander punt wat ik onlangs nog vaststelde. Wie in het kleuteronderwijs wil werken, moet nog altijd gedoopt zijn. Nee, dat is niet zo. Hè. Dus, dus wat het godsdienstonderwijs betreft, is het zo dat in het basisonderwijs bij ons... De basissituatie vroeger was dat de leraar ook godsdienst had. Ja, uiteraard. Nu is het expliciet zo dat ook op een andere manier mag opgelost worden. Mm-hmm. En dat bijvoorbeeld leraren die niet gedoopt zijn, en dat kunnen zowel leraren zijn met een migratieachtergrond, maar evengoed Vlaamse mensen die niet meer... Vlaamse, ik bedoel, het zijn allemaal Vlaamse mensen. Ja, natuurlijk. Ja. Mensen van de autochtonen van vroeger, dat die niet meer gedoopt zijn, die kunnen vast benoemd worden ook. En scholen
worden op dit moment andere modellen aangereikt. Bijvoorbeeld een bijzondere leermeester, dat mag ook in het katholiek onderwijs. Ja. Of bijvoorbeeld een co-teaching, waarbij een leraar die wel het mandaat heeft om godsdienst te geven, samenwerkt met een leraar die het niet heeft. En zo, waarbij men de klasse zelf... En zo probeert u het allemaal wat op te lossen, et cetera. Ja. Goed. Onze tijd zit er bijna op. Over een goed jaar zitten we in een nieuwe politieke situatie, want dan zijn de verkiezingen achter de rug. Zullen we misschien met de nieuwe minister van Onderwijs ook zitten? Ben Weitz, mag jij terugkomen van u? Maar gelukkig moet ik daar niet over beslissen. Nee. U gaat wel mee stemmen, uiteraard. Uiteraard, maar ik denk dat iedereen dat hoort te doen. Hè. Nee, ik denk, katholiek onderwijs Vlaanderen, en ook in het verleden hebben wij altijd proberen zo kritisch, constructief mogelijk samen te werken met de politiek, met de minister. En wij zullen wel zien welke minister zich presenteert. Zoals gezegd, het grondwettelijk hof heeft die krijtlijnen opnieuw getrokken. Van kijk, we hebben graag een faciliterende overheid die ons in staat stelt om samen met de politiek te werken aan goed kwalitatief onderwijs. En wij hopen dat dat ook in de toekomst geval kan zijn. Ja. In alle geval, bedankt lieve Boeven voor het gesprek. En we hebben dan toch begrepen dat u kritisch, constructief wil blijven kijken met al die donkere wolken die boven het onderwijs hangen. Uiteraard, we hebben dat al altijd gedaan. Juist. En wij zullen dat ook in de toekomst doen. En dat is misschien ook uw boodschap. Blijf kritisch, constructief. Ja. En dat gaan wij ook proberen te doen. Bedankt voor het gesprek.